Groetjes vanuit De Haan. We zijn wakker geworden en het zonnetje die scheen al vol een bak. Het is echt super warm. We gaan een keer kijken op de autothermometer. En die staat wel in de schaduw natuurlijk. Staan in de schaduw, maar ja, zo worden ook de temperaturen gemeten voor op televisie en dingen. Het is 18 zomaar graden. Eventjes 18 graden buiten. We hebben geluk deze week. Hè? We hebben alle dagen dat het hier zo mooi weer gaat. Nu gaat hier eigenlijk logeren hier in Ibiza Haan. Ja. En ja, is wat tof. Daar is de topdag. Felle zon, geen wolkje aan de lucht. We gaan, er keer hoe van profiteren. Ja. We gaan eerst naar Bredene. Ja. Daar gaan we een beetje gaan wandelen. En daarna we gaan niet op het strand gaan liggen. Nee, in Bredene. Nee. Bredene is een naakt strand. Ja. En dan daarna komen we terug nog naar hier en eventjes ook aan het zwembadje. Ja, we zullen nog zien natuurlijk als er plaats is. Want het is vandaag al een dag dat veel mensen aan het zwembad zullen denk willen ook, liggen, denk ik. Denk het ook. We zijn terechtgekomen bij de grasduinen. Hier is het heel mooi, ja. In Bredene. Hè? Hier hebben we net gezeten, gepicknickt. Ja. Onze picknickzak mee, het was heel tof. Het is warm jongens, het is nu al 24 graden, dus dat is echt zalig topjes weer. Het is hier mooi, de grasduinen Bredene. Als je ooit eens niet weet waar naartoe en je wilt toch, je bent aan de kust, maar je bent zo'n beetje de zeebeugen gezien. Grasduinen, heel erg leuk, even intikken. Heel veel groen. Het is heel veel groen. Het is wel allemaal aangelegd, denk ik, hoor. Zo lekker die heuvels en zo die hier gemaakt zijn. Ook een grote speeltuin erbij. Ja. Het is aangelegd, maar het is wel prachtig mooi, hoor. Ja. Ja, en genoeg bankjes om te zitten. Om te picknicken. We hebben net ook eventjes erop gezeten. Een beetje brood gegeten, wat gedronken. Ja, en helemaal tot rust gekomen hier eigenlijk. Hè. Ja. Het is eigenlijk een oase van rust waar rondom heel veel drukte is. Maar je hebt daar totaal geen, totaal geen last van. Nee. Zalig. Ja, echt wel. Leuk. Leuk gevonden. En ook weer door de geocache eigenlijk. Ja. Want die lag dus ook nog. De geocache, ja. Zo zijn we naar hier gekomen eigenlijk. Die hebben we net gevonden. Het ligt dicht bij de speeltuin. Dus ik vraag me af of dat die daar nog lang gaat blijven liggen. Ja. Als ik dan persoonlijk een geocache zou verstoppen, zou het dan eerder hier ergens zijn. Is het net iets rustiger. Ja. Daar heb je toch wel heel veel passages en heel veel mensen die je ziet. Maar ja, wij hebben hem niet gelegd. Ik heb er alleen maar mijn idee over gegeven. We hebben hem ook weer terug goed verstopt en we hebben ervoor gezorgd dat niemand hem zag. Dus in dat opzicht, missie geslaagd. En hier is het zwembad van het hotel. Alle stoeltjes waren bezet, maar hier hadden we toch nog een plekje gevonden. Je was aan het zwaaien. Ligt hier goed? Ja. Ja, zalig hè, hier. Zo zitten we toch nog lekker hier in het zonnetje. Er is echt geen wolkje aan de lucht. Het is echt zalig. Ik ben hier ook nog een boekje aan het lezen. We hebben heerlijk genoten hier van het zonnetje. We hebben hier toch wel een dikke 2 uur denk ik toch wel gelegen. Het is echt gewoon zalig weer vandaag. Hè. 27 graden zei daar net eigenlijk onze thermometer in de auto. Dus een betere, zonnigere dag voor hier aan zee hier eigenlijk nog wat te relaxen hier aan het zwembad hadden we volgens mij niet echt eigenlijk kunnen uitkiezen. Dus mondkapje weer aan. We gaan ons weer aankleden. En dan gaan we eventjes ook nog een bezoekje brengen bij de mama van Jeno. Ja, die zit hier een beetje verder op het appartement. Dus een keer hallo zeggen. Ja, even hallo zeggen. Hè. Oh, het stopt maar niet met mooi weer te zijn. We zijn nu bij mijn mama. Zit een beetje te eten. Mijn neefje Sam is er ook bij. Die is al lang niet meer in de vlog geweest. Hè? Amai. Hoeveel maanden is dat al geleden? Heel lang. Van afgelopen zomer, denk ik. Ja, hè? 12 maanden. Want toen dat je een keer bij ons bent langs geweest. Ja! En weten wij, een gezonde salade, dat is toch iets dat je moet eten als het zo warm is, een beetje salade. Ja, het is eigenlijk grappig, want de mama van Jeno die zit echt letterlijk eigenlijk gewoon het hoekje om bij waar wij nu momenteel logeren, dus dat is echt... Dat is achter de hoek. Achter de hoek, letterlijk. Twee straten verder. Ja. S'avonds bloeit de liefde op. Het is hier mooi, hè? Ja. We zijn nou even aan het uitbuiken, want we hebben heel lekker gegeten. Ja. En het begint avond te worden. De zon is aan het ondergaan. Ja. Het is echt een hele mooie zonsondergang. Ja, hoor. Wow. Het is het golden hour, zo noemen ze het. Hè? Ja. Het laatste uurtje zon. En het geeft echt een gouden gloed. Zie een keer, hoe schoon. De zon is gezakt in de zee. Ja. En wij gaan met z'n twee ook in bed zakken. Ja. Oh. Wat een dag! Dat was wel keileuk, hè?
Het was heel plezant ja. voorbij, hè? Oh. Hier dus, hier zijn wij. Stond. Ja, dit was echt een hele leuke dag. Het was ook zalig mooi weer. Ik heb echt heel goed genoten van het mooie weer. Ja, hè? En morgen beloven ze weer mooi weer. Dus ik kijk er alweer naar uit. Ik ook. Het was echt een zalige dag vandaag. Wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe dag. Ciao! Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog.